Is Geert Wilders te vergelijken met iemand als Philippe de Winter van het Vlaams Belang bij ons? Nou, laat ik zeggen, de overeenkomsten staan mij helderder voor ogen dan de verschillen. Maar er zijn natuurlijk wel verschillen. Ik geloof niet dat de Winter ooit heeft opgeroepen om de Koran te verbieden. Maar au fond is de grondtoon, denk ik, van iemand als Wilders of Verdonk, de Winter, dat lijkt wel heel erg op elkaar, ja. Ja. Wel, er is toch een wezenlijk verschil, dat is dat Philippe de Winter, Van Hekken enzovoort, dat die mensen, dus een gedeelte van de top van de het Vlaams Blok, als ik dat zo mag noemen nog altijd, dat zij in feite voortkomen uit de neonazi-beweging van de jaren 80. Dat wil dus zeggen, ze hebben een veel bredere fascistische basis. En ze hebben natuurlijk die basis van flamigantisme, van extreem flamigantisme. En daar is dan bijgekomen die problematiek van, laten we zeggen, de migranten enzovoort. Maar bij hen vormt dat een geheel met een hele reeks andere factoren. Terwijl de issue van Wilders, dat is gewoon dat probleem van de migranten.